Yo mensen, welkom bij aflevering nummer 4 van Somma op Pad. Thanks voor het volgen van deze serie. Ben je nieuw? Kijk dan even de vorige afleveringen terug, want er is superveel gebeurd. En anders, kijk gewoon deze aflevering. Kijk hoe ik het aanpak. Ik ben Ajax, ik ben Mohamed Rashid en ik ben een coach van Ajax. En ik heb in de vorige aflevering Messi gekocht voor de kijkers die het hebben gezien. Die weten het. We staan eerste, gelukkig. Maar we moeten nog heel veel gaan veranderen. Hier staat Mohamed Rashid aan de rechterkant. Super zakelijk, strak in pak. Hij is ready voor alles. We hebben laatst Messi gekocht, dus we hebben nog maar 40 miljoen budget. Dat is niet het slimste waarschijnlijk wat ik heb gedaan. Ik wil deze aflevering even gaan kijken naar een van de belangrijkste dingen wat we gaan moeten doen. En dat is objectives. Er zijn een paar dingen die critical zijn. Super belangrijk om te gaan doen. Eén daarvan is win de Eredivisie. Daar zijn we mee bezig. Oranjebeker moeten we de halve finale voor halen. Dat gaat wel lukken. Maar dat kunnen we niet nu fixen. Laten we even kijken wat nu belangrijk is. Brand exposure. We moeten 1 jonge speler tekenen. En we moeten 20 wins in de league krijgen. 20 wins in de league zijn we mee bezig. We hebben er al 7 gewonnen. En over een jonge speler gesproken. Ik ken iemand van België die nu bij Manchester City is. Hij is 21. Jeremy Doku. 21, maar hij is wel echt heel veel waard. Begrijp wel waarom hij zoveel waard is. We kunnen even kijken voor een andere jonge speler. Oh, deze guy is erg. Garnacho, hij speelde bij Man United. Is deze man 19 jaar oud? Maar dan begrijp ik wel dat hij 44 miljoen release clause heeft. Bakayoko. Bakayoko is ook erg. Ik ga hem vragen om te scouten. Garnacho, ik ga hem ook gewoon scouten. Kijken wat mogelijk is. Ik heb blijkbaar een scout genaamd Jeroen van der Veen. Hij heeft die Feyenoord speler. Je handbaks. Hij heeft hem gescout, maar ja... Hem wil ik even niet. Ik wil even een jonge speler. Wie heeft Jordi Vos voor me? Oeh, hij heeft wel jonge spelers. Bakayoko bijvoorbeeld. Hem moet ik ook scouten. Kevin Schade. Laten we kijken wat hij voor me kan betekenen. We gaan even kijken. Dat zien we met de tijd wel. Hier, ik kan hem gewoon instructies geven. Ik ga gewoon zeggen, scout alleen mensen tussen de 16 en 20. Ik heb ook een jeugdstaf. Emily Prins. Set up a scouting network. Select region. Waar zal ik mensen gaan scouten? In Zuid-Amerika zijn wel talenten, man. Denk aan Vinicius Junior, Rodrigo, Neymar. En uit Brazilië wil ik de spelers. Voor 3 maanden. Ja, ik ga beginnen met 3 maanden. Kijk wat ze kan fixen. Ze komt 1 januari 2024 terug. Hier is op het moment mijn jeugdacademie. Van spelers die ik heb. Bro, deze guy heeft een potentie. Deze David Kramer. Om tussen de 81 en 94 rated te worden. Hoe kan ik deze man het beste krijgen? Wat is development plan? Laat me even kijken wat ik met deze man kan doen. Oké, bij David Kramer kan ik dus nu precies zien hoeveel weken het duurt om hem op een bepaalde positie te krijgen, zeg maar. Hoe lang het duurt om hem te developen naar die plek. Als ik hem rechtsachter wil, duurt het 190 weken. Maar dat is omdat hij nu op het moment linksmidden is. Als ik hem naar rechtsmidden wil krijgen, duurt dat maar 2 weken. Als ik hem naar linksvoor wil hebben, dan kost dat ook maar 2 weken. Toevallig kan ik in de toekomst wel een goede linksvoor gebruiken. Een echte goede linksvoor. Ik ben aan het nadenken wat deze twee dingen inhouden. Want ik wil hem wel blijven trainen, snap je wat ik bedoel? Ik laat het even zo staan, ja? We hebben een wedstrijd tegen Heracles. Deze ga ik eigenlijk niet spelen. Vertrouw het allemaal wel. Quick Sim. 3-0 gewonnen. Heerlijk, dit zijn mooie dingen, mooie dingen. Doorgaan. We spelen alleen de belangrijke wedstrijden. Zoals deze. Maar wacht even hoor. Wacht even hoor. Mijn scout is teruggekomen. Mijn scout is teruggekomen, want ik had hem op pad gestuurd in de vorige aflevering voor Openda. Openda, helaas wil ik je eigenlijk niet meer, man. Ik hoef het niet meer. Zo, we krijgen een chat van onze keeper Pasveer. Hij zegt, I'm really sorry to be having the conversation, but my contract's nearly up and I've got to think about what's best for my future. Seems like nothing happening here, so I'm wondering if I should start looking for another club if I have to leave. Dan zeg ik, give yourself a time to think. Maar, weet je waarom? Pasveer heb ik eigenlijk niet nodig. We gaan tegen Athene spelen, man. We gaan tegen Athene spelen in de group stage. Dit zijn belangrijke wedstrijden. Deze moeten we gaan spelen. Messi is helaas nog niet aangekomen, man. Ja. Serieuze wedstrijd. We spelen wel uit. Stadion is niet super... Ja, nou trouwens, hij is wel groot hoor. Hij is zeker wel groot. Maar ik vind wel, we spelen tegen een matige club, man. En ik zeg je eerlijk, ik als coach onderschat ze. Misschien is het niet goed van me, maar ik onderschat ze. Berghuis. Doop. Let's go! Europa League. Berghuis linkervoet. Even. Wauw, Berghuis. Perfecte paas. En hij maakt hem niet af. Daarom heb ik Messi nodig. Messi is waarschijnlijk nu die vlucht aan het pakken. Oh, Berghuis aanname en linkervoetje. Berghuis.
Berghuis, jij bent de speler die... Ik ga jou helemaal uitmelken hier bij Ajax, man. Jij gaat qua rating omhoog, broertje. Oh, die Akpom is ook sterk, man. De grap is, hij is een spits, hè. En ik zet hem op rechtsvoor. Eigenlijk moet ik hem dan een development plan geven om naar rechtsvoor te veranderen. Oh mijn god, ik ben slim. Ik begin het een beetje te snappen. Ik vertrouw het. Interessant. 1, 2. Gelukkig. Wow, het scheelde niet veel. Als ik jouw positie naar rechtsvoor wil hebben, 197 weken. Dat gaat niet, helaas. Dat duurt me iets te lang. Ja, de volgende spelers zijn weer voor een weekje weg voor hun land. Nou, geen probleem. Excelsior. Deze wedstrijd kunnen we ook echt makkelijk skippen. Quick Sim uit tegen Excelsior. 3-1 gewonnen, heerlijk. En PSV en AZ spelen allebei tegelijk. Dat is ook puntenverlies. Ik heb denk ik wel geld om extra coaches voor attack en zo te huren. Kijk hier, Kevin de Vries. 5,8k erbij. Midfield gaan we ook even beter maken. We gaan daar even goed in investeren, man. In die development coaches. Voor verdediger doen we even kijken. Welke verdedigers zijn erg? Zo, Rodney Kuiper, kom maar erbij. En voor goalkeeper zie ik al Vincent, maar hij is duur. Maar dan gaan we dat doen. En besef, dat kunnen we ook gewoon hier doen nog, hè. Want ik zag, we hebben gewoon 1 miljoen wekelijkse budget. Dus we kunnen daar gewoon echt gaan investeren. Oké, ik ga alle coaches even selecteren. Alright, done. Ik zie, ik heb ook wat dingen beseft. Je hebt zeg maar aan de linkerkant zie je de ideale sterren die je kan behalen. Bij attack is het 17, bij midfield 17. Die zijn wat lastiger te behalen. Defense heb ik wel 13 van de 16 sterren kunnen behalen. En bij goalkeeping heb ik volledig gehaald. Dus op zich, goede dingen hier gedaan. Dit is de lange periode van de internationals. Spelers krijgen ook wat rust. Veel mail aanvragen waarschijnlijk ook nu. Oké, Garnacho. Hey, Garnacho, hij is 19. 75 rated. En we kunnen hem voor misschien 15 miljoen zo fixen. Maar ja, de release class is wel echt 44 miljoen. Hey, de 2 weken zijn voorbij. David Kramer, die ik als left winger heb gegooid, is al voorbij. Ja, maar ik snap dit niet over dat contract. Of ik hem nu al naar de senior team moet doen. Weet je wat? Ik heb het gedaan. Ik weet niet of het een slimme zet was. Oké, ik lees nu even dat stukje over Lionel Messi. En blijkbaar joint hij pas as soon as the transfer window opens. Dan joint hij. Oké, perfect. Spelen tegen Heerenveen. Die staan bijna laatste. Dus deze kunnen we ook gewoon even kijken. En to sim. 4-1 gewonnen. Mooie dingen. Ik zeg eerlijk, ik vind dit wel lastig, man. Die fitness van die spelers. En ik ben erachter gekomen. Je moet naar het trainingplan gaan. En dan de spelers, zeg maar, alsnog op de juiste ding zetten. All out energy en zo. En dat heb ik ook. Alleen, alsnog worden ze best wel moe, man. Want je kan aan de rechterkant zien hoeveel iets doet met een speler. Bijvoorbeeld bij Berghuis, hè. Heb ik nu op all out energy. De fitnessbalk staat dan helemaal perfect, snap je? Omdat hij nu, zeg maar, hij is tot de helft gevuld. Als ik hem op all out energy zet. Oh, maar wacht. Als ik hem op balanced hou, is het ook goed. Okay, zo moet ik ook kijken. De mensen op de bank kan je net zo goed op all out performance zetten. Want ze gaan toch hun fitnessheid niet, zeg maar, aantasten, snap je? Oh, ik ben slim geworden. Ik begin het steeds meer te snappen. Het balletje begint te rollen. Oké, er is een bot van Pasveer binnengekomen. Pasveer, ik zeg je eerlijk. Ik ga niet eens moeilijk doen om het... zal ik moeilijk doen om het geld? Nee. Accept offer. Het is matchday. We moeten tegen Brighton spelen. We staan eerste van de groepsfase. Brighton heeft 2 gespeeld, 2 verloren. Ik vind zelfs dat ik deze niet hoef te spelen. Ik kan deze verlies catchen. Of gaan simmatch. Dat is ook wel... Nou, ik sim. Ogenblik. 2-2. Het was niet de slimste keuze. Ik heb zo vaak in deze serie gezegd, Chatmo. Bij Europa League, Champions League en dat soort dingen moet ik gewoon zelf spelen. Zelfs tegen een Brighton speel je 2-2. Tegen Sparta. Sparta, hoeveel staat Sparta? We spelen wel uit. En we willen niet verliezen omdat anders Feyenoord ons gaat inhalen. We moeten de Eredivisie wel echt winnen. Dus wat ik ga doen is, ik ga deze gewoon spelen. 1-0 scoren en dan laat ik het gaan, denk ik. Bergwijn weer. Mooi. Hij vraagt weer om de bal. En hij krijgt hem. En hij krijgt hem op de rechter. 1-0. Ik ga niet eens juichen. Laten we doorgaan. 2-0 en dan... Ik vraag me nog steeds af. Hoe worden mijn spelers dan beter, zeg maar? Oké, ik gooi ze wel op... Ik train ze, zeg maar, op fitness en sharpnessheid. Voor de wedstrijden, zeg maar. Dat is belangrijk. En daardoor zijn ze ook blij en zo. Moral, happy, weet je toch? Dat heb ik allemaal een beetje door. Maar hoe wordt een speler echt beter? Of is het gewoon echt... Spelen en zulke goals maken. Je weet het toch? Hij is wel echt een gruwelijke speler. Ook al is hij 76 gereden. Hij regelt me wel, man. Deze Akpom. Sim to end. Zie je? Het wordt wel altijd spannend. 2-1. Hij kan gewoon 93 worden van Kroatië. Maar moet ik hem dan ook gewoon promoten? Oh, a player is currently too young to be promoted to the senior squad. Oké, wacht. Laat me wat checken. De spelers die het niet ver kunnen schoppen, toch? Dat zijn spelers die 66 gereden en zo kunnen worden. Ortiz, stel ik release jou. Dan...
heb je geen contract meer, toch? Hier, deze hoef ik ook dan niet. Deze hoef ik dan ook dan niet. Deze heeft misschien wel een development plan nodig. Hij is een spits. En hoeveel weken kost het om hem op een gekke plek te krijgen? Dus finishing, balcontrole en zo. Nou, dan doen we dat gewoon. Tegen Almere City, dan vertrouw ik het wel. Ik zeg je eerlijk. Shit, ik heb playmatch gedaan. Shit, ik wou hem simuleren. Dat was niet de bedoeling, dat was niet de bedoeling. Hé, hey, dit... Bah, dan komen we wel telkens met een nieuw soort shot, man. Dat vind ik wel echt hard. Nu eindelijk komen ze uit de bus. Hé, hey, hoe zijn die... Wat? Hé, hey, deze guy lijkt op Kabavinga een beetje. Oké, okay, gelukkig spelen we wel thuis. Berghuis met een paasje, hoor. Berghuis blijft topscorer, denk ik, van de Eredivisie. 1-0. Hoe is Berghuis zo erg bij mij? Onderschept. Hakpom. Kappen. En korthoek. Binnenkant paal erin. Zeg je eerlijk? Hakpom doet het ook echt erg, man. Hakpom en Berghuis zijn tot nu toe het beste van mijn team, man. Hij is een afmaker, hoor. Hij komt ook in de buurt van Berghuis. Maar Berghuis heeft hat-tricks en zo gemaakt. Simple end. 2-1. Precies, komen we weer dichtbij. Daarom maak ik af altijd 2-0 en dan simuleer ik hem tot het eind. Ik heb een artikel gevonden. How to develop players fast in career mode. Hire coaches. You can develop your players through the brand new training futures added in the career mode called coach management. So, management. And tactical visions. Here you can assign various coaches. Oké, heb ik al gedaan. Ik heb er al 3 gedaan per ding. Ik heb maximaal 12 coaches. Heb ik al geselecteerd. Heb ik perfect gedaan. Ik zie het al. Kijk hier, attack is zilver, midfield, defense en goalkeeping is goud. Daar groeien ze het beste op. Ik moet mijn coachmanagement van mijn attack moet ik beter zien te krijgen. Maar is er een betere voor attack? Er is een expert hier. Er is een expert. Oké, wacht. Wat ik dan waarschijnlijk moet doen is ik moet iets opofferen. Ik moet Maas... Ja, 9000 cancellation fee. Betaal ik. Ik begin het een beetje te snappen. En ik denk dat ik de volgende aflevering daar dieper op inga. Hoe ik... Ja, het beste dit kan gaan aanpakken. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Dat betekent voor mij heel veel. Voor jou is het een kleine moeite. Thanks voor het kijken naar Sommel op pad. We zijn alweer 4 afleveringen verder. We zijn lekker bezig met de uploads. En ik hou van jullie, man. Thanks. Ben je nieuw? Abonneer even. En tot de volgende keer, man. Laat even in de reacties trouwens ook weten wat ik nou moet doen. En hopelijk zie ik dan de comments dit keer. Omdat ik het dan online heb gegooid. Ik hou van jullie, man. Ciao, ciao.